Brandoil tankstations, hilarious creatieve reclamemakers en de promotion support club van FC Zutphen. Enthousiaste aanhangers van FC Zutphen Internet TV. Ja, David de Sla, hartelijk welkom voor de camera van FC Zutphen Internet TV. Je bent een van de jeugdspelers die dit seizoen is doorgebroken en vandaag man of the match met een schitterend doelpunt. Maar we hadden elkaar liever in andere omstandigheden gezien, hè? Ja, zeker. Ja, nee, vandaag was niet best. En ja, mooie goal op het einde, maar natuurlijk, het spel was dramatisch. En ja, had zeker meer gezeten. Of in ieder geval, we hebben zelf gefaald met z'n allen. Ja, hoe kan dat nu? Jullie zaten verleden week goed in de wedstrijd. Hè? Ook, denk ik, een goed resultaat behaald tegen Vroomshopse Boys, een sterke tegenstander. En vandaag was er niks van terug te zien. Het begon al in de eerste minuten. Ja, inderdaad. Als je al binnen minuten een goal tegenkrijgt, nou, dat kan gebeuren. Probeer het weer op te pakken. Maar ja, we kwamen niet onder de druk vanuit. Ik denk dat we in de eerste helft geen 5 keer hebben overgespeeld. We speelden ons eigen spelletje niet. En we waren echt niet scherp. We stonden mannen te verdedigen van 5 meter afstand van die man af. Dus ja, zo krijg je ook geen grip op de wedstrijd. Dus, ja. En we wilden ook niet echt het werken voor wat we normaal wel voor elkaar doen. Wat we goed doen. Dat zat er nu ook eigenlijk niet in. Nee, hoe kan dat nou? Want je bereidt je toch, laten we zeggen, aan het begin tijdens de training voor op zo'n wedstrijd en zo. Hoe kan het dan zo collectief misgaan? Nou ja, we hebben inderdaad goed voorbereid, veel getraind ook wel. Maar ik denk ook wel, Sparta is ook gewoon een goede tegenstander. Daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn. En ja, die hebben gewoon ons echt onder druk gezet. En dat resulteerde ook in dus die vroege goal tegen. Maar zij bleven maar doorgaan en waardoor wij eigenlijk niet in ons spel kwamen. Nee, ik denk als jonge speler zoals jij bent ook zeker een leerproces, hè, zo'n wedstrijd. Want ik ben het met je eens dat het een uitstekende tegenstander was. Dat zei onze trainer ook. En dat klopt ook. Maar als jonge speler dan zijn dit, laat maar zeggen, wel de hele dure lessen. Hè? Ja, zeker. Ja, dat hoort erbij bij zo'n leerproces. Maar de hele groep is eigenlijk een leerproces op zich. En we proberen veel meer met elkaar door dit soort wedstrijden van te leren en het beste eruit te halen. Je kan beter zo een keertje verliezen en dat je heel veel ervan leert dan elke wedstrijd maar niks leert. En dat resulteert er ook in dat we dan uiteindelijk gewoon ervaren worden. Nee, dat klopt helemaal mee eens, David. Het betekent ook, het zijn 3 punten verlies hè, waar we nu geleden hebben. Maar goed, of je met 1-6 of 1-2 verliest, maakt er nog niet zoveel uit. Maar komende week dan wordt het een hele cruciale tegenstander weer, hè? Ja, zeker. Die moeten we winnen. En daar moeten we echt dinsdag en donderdag echt scherp gaan trainen en alles geven. En in ieder geval als een team er weer gaan staan voor elkaar.